Bas Lozenkoot, jouw foto's zijn hier te zien, vanochtend opgehangen. Heel bijzonder, exclusief te zien in de drukkerij, zal ik maar zeggen. Jij hebt het hele proces gevolgd. Je hebt stills gemaakt uit de film, hè, de hele opnameperiode. Je hebt Robert ook aan het werk gezien. Mogen zien. Ja. Mogen zien. Ja. Wat fascineert jou in hem, als jij hem zo van een afstand bezig ziet ook? Wat ik in hem zie? Ja? Nou, een gedreven, geniale regisseur. Ik zie in hem, wat ik in hem zie als hij aan het werk is. Ja. Een toegewijd documentairemaker, absoluut. En wat hij kan doen is, wat hij zegt, wat hij toen net ook weer zei van, je bent afhankelijk wat de mensen van jou geven. En ik denk dat hij daar op een hele goede manier mee omgaat. Dat vertrouwen winnen van de persoon en dat spel, dus niet dwingen, maar kijken wat eruit komt uit de mensen. Vond ik heel mooi om te zien. En dat is voor jou heel herkenbaar, als je fotografeert? Ja, want ik ben natuurlijk ook afhankelijk van wat mensen mij willen geven uiteindelijk. En dat is, was natuurlijk met deze mensen, was dat hartstikke leuk om te zien van wat ze mij wilden geven daarin, in vaak de korte tijd die we daarvoor hadden om dat te fotograferen. Ik ben juist op zoek, elk portret, een goed portret, dat gaat mij om één ding. En dat is, wat denken die mensen als je ze fotografeert? Of wat gebeurt er, wat zie je in hun ogen? De oogopslag, dat is het allerbelangrijkste. En daarvoor speel je een soort spel en begin je soms rare gesprekken en probeer je ze een beetje uit de tent te lokken, maar soms ook alweer op het juiste moment rust daarin vinden. Ja. Maar er is veel mensenkennis voor nodig ook. Ja, het is vaak ook, ik kan nooit die mensen doorgronden in die 2 minuten die ik met ze heb. Dus het is vaak, het is ook een impressie van een ontmoeting is het vaak, om te kijken van wat gaat er over en weer. En dat is het interessante spel, vind ik, van een mooi portret. Goed portret maken. Ja. Ja. Eigenlijk, dat vak ligt echt in elkaars verlengde. Hè? Van het bewegende beeld en de fotografie, het stilstaande beeld. Ja. Wat is het echte verschil tussen die twee? Een fotografie is veel moeilijker. Oh ja? Zeg maar, dat hele verhaal, om dat terug te brengen in één beeld. Ja, kijk. En om dat ene moment, wat alles zegt, te vangen. En in een film kun je daar 10 minuten over doen. Je kunt verschillende takes draaien. Je kunt oefenen, repeteren. En je kunt in films veel meer uitleggen. En met een foto kan niet. Dat is er afhankelijk van de interpretatie van de kijker. En daar gaat het om dat ene moment. En dat vind ik het allerspannendste. Ja, en dan heb je het moment wat jij wil vangen. En dan heb je inderdaad de kijkers, wat ook met jouw film gebeurt, die daar allemaal weer hun eigen verhaal bij maken. Ja, dat vind ik ook mooi bij sommigen. Ik denk dat bij deze tentoonstelling ook wel het geval zo is. Dat je bij sommige portretten het gevoel hebt dat mensen ergens anders met de gedachten zitten. Of dat ze. Ik vind het ook heel interessant om te zien wat mensen daarvan vinden. En welk verhaal zij er weer aan vastknopen. Ja. 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 Een punt in de film, een contrapunt in de film is Sadaf en haar familie. Ontroerend. Vertel eens hoe jij bij hem bent beland, Robert. Nou, voor hen lijkt het misschien heel logisch hoe we bij hen aan zijn gekomen. Maar we hebben er heel veel werk van gemaakt. We hebben echt in zo'n beetje alle provincies organisaties benaderd om te helpen zoeken. En ik had de lat ook wel hoog gelegd, omdat ik aanvankelijk wilde ik een verliefd stijl hebben. Een jongen en een meisje. Ik wilde een soort Romeo en Julia, want ik dacht musical, dan moet er iets, iets verliefds in. En dat moest die heb ik ook gevonden. Een Angolese jongen en een Irakees meisje, die een verboden liefde ook hadden, want de ouders wilden niet dat ze met elkaar omgingen. Maar hij werd uitgezet. Dus toen was mijn onderwerp weg, wat ongetwijfeld voor hem erger was dan voor mij. Overigens, dat ga ik toch hier ook even, en dat zocht ik ook. Heel veel Angolezen, en zeker als je mensen spreekt die veel met Angolezen opvangen en met hen werken. Die weten de weg naar Nederland goed te vinden. En weten ook wat de consequenties zijn. Dus ik wist ook toen hij, terwijl het Irakese meisje nog idolaat naar hem keek, zag ik hem al kijken van, nou, er zijn meer meisjes op deze wereld.
We hebben lang gezocht en wat ik ook wilde, waren mensen die niet aan het stereotype asielzoeker voldoen. Van, namelijk alleen maar klagend door het leven gaan en roepen dat ze een recht op leven in Nederland hebben. Dus ik wilde zoeken naar mensen die autonoom en sterk in het leven staan. Ondanks het feit dat ze al heel lang in een procedure zitten. En toen ontmoette ik de familie Kayumzade, waarvan de vader Wahid en zijn dochter Sadaf hier aanwezig zijn. En ik was eigenlijk vooral heel erg getroffen door de manier hoe zij, met het feit dat ze al 10 jaar in een caravan, in 7 jaar nu in Markelo en 3 jaar, dacht ik, in Groningen ergens hebben gezeten. Dus al die tijd in afwachting zijn in Nederland van een verblijfsvergunning. Of eigenlijk moet je het zo zeggen, al die tijd in afwachting zijn van ja of nee. Want daar gaat het in eerste instantie om. Ja. En, mag je microfoon? Ik zal eens even naar ze toe lopen. Want ze zijn hier. En dat is heel erg. We hebben al even kennis gemaakt. Een Sadaf hier en haar vader. Waarom wilde u meedoen aan die film? Komt u even staan? Oké. Okay. Ja. Kom er ook even bij, Sadaf. Als je wil. Ja. Een momentje voorstellen. Mijn naam is Abdul Wahid, achternaam is Kayumzada. Kom ik uit Afghanistan, 17/12/1999. Dus ja, ik hou van zo'n film. Ja, dit is waarheid. Ja. De leugen. Moet gewoon iedereen weten over inhoud voor deze film. Ja. Belangrijke film. Ja, deze gezien gewoon waarheid verteld. Alles niet achtergelaten. Alles boven water. Alles gewoon de juiste manier verteld. Hè? Maar 11 jaar slachtoffer geworden. Dat is mijn vraag, waarom? Dus aan de andere kant, de leugen. Hè? Iedereen weet het over Ayan. Daarom heb ik gewoon meegewerkt. Maar Robert ook een prachtige persoon. Hè? Ja. U vindt het helemaal geweldig. De foto's bekeken, dat is echt fantastisch. Ja. Sadaf, hoe was dat voor jou? Want een bijzondere ervaring, denk ik. Ja, we zullen je nooit meer vergeten, nee, om te beginnen. Nee. Dat is echt hartstikke leuk om mee te werken. En vooral omdat Robert vertelde dat het een soort musical was. En wij zijn zelf een heel muzikale familie. Mijn vader zingt en de rest ook allemaal. En daarom vond ik het ook heel leuk om mee te werken. Om mee te zingen in de film. En ik heb ook heel leuke mensen ontmoet. En het was gewoon hartstikke leuk. Een leuke ervaring. Ja. Dat verhaal, want Robert zegt, het is geen verhaal over de asielzoekersproblematiek. Maar het komt wel even aan. Komt wel binnen. Een film om over na te denken. Kunt u herhalen deze vraag? Ja. Met andere manier. Nederlands, maar niet zo goed. Nou, u spreekt heel goed Nederlands. Robert zegt, ik heb geen film willen maken over de asielzoekersproblematiek. De problematiek eigenlijk waar jullie in zitten. Doordat we jullie leren kennen, besef je wel heel goed hoe het zit. Ja, eigenlijk echt het probleem voor asielbeleid. In deze film ben ik niet gezien. Echte probleem kan ik vertellen, heel lang, niet 1 uur, 2 uur, maanden, wat wij zijn gemaakt, meegemaakt in, tussen 11 jaar. Bijvoorbeeld honderden duizend asielzoekers gekregen status. Haar moeder bijvoorbeeld kijkt naar andere vrouwen. Allemaal krijgt status, gaat naar huis en wij zijn geholpen enzovoort. Maar in deze film, dit is echt gewoon een politieke film. Ben ik ook politieke persoon, politiek actief geweest. Dus ben ik tevreden gewoon in zo'n manier film, echt waar. Ja, dat kunt ook zijn. Hartelijk dank.